Het leuke aan Eurosong vind ik dat we nieuwe namen leren kennen. Nieuwe namen, nieuwe talenten. En een van die namen is Hunter Falls. Goedemorgen. Goedemorgen, Herbert. Hoe kom je aan die mooie artiestennaam? Goh, ik zat op een dag in de trein en ik was aan het zoeken naar een artiestennaam. En ik dacht, het zou best toch een naam zijn die iets met mezelf te maken heeft. Ik ben een persoon die achter mijn dromen jaagt en vandaar Hunter. Falls dan ook eigenlijk naar mijn favoriet seizoen, de herfst. Een seizoen waarin ja, alle dingetjes eigenlijk beginnen af te sterven om plaats te maken voor nieuw leven. Dat vind ik eigenlijk ook iets heel mooi. Dus, ja. Ja. Wat is jouw echte naam? Chia Omar. Ik ga dat niet herhalen. Kijk, maar dat verraadt natuurlijk dat jouw roots elders liggen. Ja. Waar liggen die? Klopt. Ik heb Koerdische roots. Mijn ouders zijn beide van Iraks-Koerdistan. Dus ja, vandaar de andere naam. Maar ik ben zelf in België geboren. Ik heb ook al in Engeland gewoond. Ik heb in Zweden gewoond, ook als kind. Dus ik ben eigenlijk een beetje van overal. Alweer een wereldburger. Ja, klopt. Wat doet dat met een mens, als je ze overal een beetje van geproefd hebt? Het biedt meer perspectief. Het biedt een heel groot zicht op hoe verschillend mensen kunnen zijn. En hoe mooi verschillende culturen kunnen zijn. Ja, en hoe charmant die eigenlijk allemaal zijn in hun eigen nuances. Ja. Ja. Waar liep je school? Ik liep school in Kesselo, Leuven. Daar heb ik Sint-Jozef gedaan als in de lagere school. Dan heb ik in Paridaans gezeten in Leuven, maar ook in het Heilig Hart. En daarna ben ik eigenlijk doorgestroomd naar Hasselt, naar de kunstschool, de Kunsthumaniora. Ja, heb je nog contact met de leerlingen van toen? Sommigen wel. Is het echt? Sommigen wel. Zo met Eurosong berichtjes sturen van... Oh my god! Ja, sowieso. Ik heb immens veel berichten gekregen van mensen die hun steun eigenlijk wilden meegeven. En zo lieve woorden allemaal. Het was echt... Ik ben helemaal overspoeld geweest door lieve comments. En ja, ook mensen die ik al een hele lange tijd niet meer heb gezien, maar die dan toch hebben gekeken. Dat was eigenlijk heel fijn om opnieuw te connecteren met die mensen dan ook. Ja, dat was met het liedje Oh La La, jouw deelname aan Eurosong. Straks praten we daar verder over. Eerst muziek. Hunter Falls, onthoud die naam. Het is een toptalent. Hij deed mee aan Eurosong, een van de 7 kandidaten, met het liedje Oh La La. Ja, en het is niet gelukt, hè. Allee, ik bedoel, je mag niet naar het Eurovisie Songfestival. Met welk gevoel blijf je achter? Allee, ik las de Starlings, die waren heel erg ontgoocheld. Was je ook ontgoocheld? Raar genoeg was ik helemaal niet ontgoocheld. Het is voor mij een fantastische ervaring geweest. Ik heb ook ten alle tijden eigenlijk nagedacht van... Dit zijn allemaal... We zijn niet alleen kandidaten, maar we zijn ook iemands broer. Of we zijn iemands zoon, of iemands dochter, of tante. Of we zijn allemaal mensen gewoon, met allemaal onze eigen families. En je zag dat ook zeker tijdens de show, hoeveel steun er was eigenlijk voor die mensen. Ook van mijn familie. Maar zo zie je iedereen... verdient het eigenlijk wel. En iedereen is hard aan het werken aan zijn dromen, aan het timmeren aan zijn pad. En ik ook. En ik kan het zeker... Ik kan alleen maar blij zijn voor de mensen die het dan wel halen. Bijvoorbeeld Gustav. Ik vind dat fantastisch voor hem. Die draait al zoveel jaar mee. Mm-hmm. Die doet al zo lang zijn best. Ja, geef hem de kans. En laat hem gaan. Ik bedoel, het wordt een feestje. Ik ben er 100% zeker van. Dus ik blijf zeker niet met een ambetant of verzuurd gevoel achter. Ik ben eigenlijk heel content, ook voor de ervaring. Ik heb mezelf kunnen laten zien aan Kijkend Vlaanderen. En ja, alle liefde die ik krijg is... Oh, ik zit nog steeds op mijn wolkje. Hè, dus. Ja, en hoe vaak heb je al gekeken naar de beelden van jouw deelname? Ik heb het 2 keer moeten opnieuw kijken. Dus ene keer heb ik met mijn vriendin eigenlijk de show opnieuw gekeken. Want natuurlijk, ja, als je daar op het podium staat... En je mist eigenlijk heel veel van de show. Dus ik heb hem live gezien, maar niet de manier waarop ze het gefilmd hadden. Dus dan had ik het wel eens gekeken. En ik was eigenlijk heel content van mijn performance. Ja. En de tweede keer die ik heb gekeken was eigenlijk ook met familie. Omdat zij dat dan ook nog eens graag met mij wilden kijken. En ze waren dan ook allemaal heel fier en heel trots. Dus... Het is zeker ook tof om opnieuw te kijken. Dat is wel tof dat je dat kan. Allee, je kan zeggen van jezelf, oké, het was goed. Want er zijn er ook velen die zeggen, ja, maar dat moest beter en dat. En misschien die noot, dat heb jij niet. Er zat 1 nootje ergens tussen dat ik denk van... Oh, als ik die en anders had gedaan, dan was het foutloos geweest. Maar ik bedoel, het is nog steeds een live performance. Het was voor mij een eerste keer om voor zo'n grote zee van mensen te staan die dan zo luid aan het juichen zijn. Dus het was...
Het was zo'n ongelooflijke ervaring. En ik ben eigenlijk gewoon heel content dat ik niet nog 10 noten extra val heb gezongen. Ja. Ik was heel content. En als je nu kijkt naar jouw volgers, naar jouw mensen die jou volgen op Spotify, weet ik veel. Maakt dat een groot verschil, meedoen aan Eurosong? Het maakt zeker wel een groot verschil in termen van, je kan jezelf laten zien. Hè? En je toont jezelf aan mensen die eigenlijk misschien nooit naar jouw muziek zouden luisteren in de eerste plaats, omdat ze je gewoon niet kennen of ze zien je niet. Ja. Dus het is wel een heel grote kans om jezelf zichtbaar te maken. Dus ik heb het ook zeker gemerkt in de Instagram-followers. Ik ben zelf niet 100% actief op social media. Ik probeer het wel, ik doe mijn best. Maar ik heb liever de momentopname met mijn ogen in plaats van met mijn camera. Ja. Dus ik ben niet zo hard bezig met de cijfertjes. Maar de commentaren die ik terugkrijg zijn wel echt fantastisch. Ja, toen je hier binnenkwam was je vol lof over onze studio. En over de studiotafel. Hè. Er was nog muziek aan het lopen, maar dat zei je toen wel. Ja. Jouw juwelen op die tafel hebben een heel bijzonder effect. Ja, jij slaat daar constant mee op die tafel. Maar Tonis, jij hebt heel veel juwelen aan. Ja, ik draag ze graag. Ja, en heb je dat altijd al gehad? Ik ben altijd een experimenteerder geweest. Zelfs mijn vrienden gaan hier nu mee lachen als ze dit zien waarschijnlijk. Maar in het middelbaar was ik dan ook iemand die met witte mocassins en een witte broek en een zwarte jas over het school, door het school stapte. Ik heb al veel dingen uitgeprobeerd. Ik heb mijn haar al helemaal omhoog gehad, gekleurd in alle verschillende kleuren. Ik heb al van alles geprobeerd en gedaan. Ik vind het gewoon een heel leuke vorm van expressie. Ja, ik vind het maar nu zit je hier wel heel stijlvol, hè? Ja, dankjewel. Jij ook. Mooi, zo. Ja, merci, dankjewel. We gaan straks verder babbelen. Eerst nog een paar clips. Oh la la, dat is de titel van het liedje van Hunter Falls. Hij deed er aan mee, aan Eurosong. Heeft natuurlijk een hit op zak, het zal wel zijn. Mag weliswaar niet naar het Eurovisie Songfestival, maar dat kan hem niet veel schelen. Hij support het voor Gustav en is blij dat hij mee mocht doen. En heel trots. Ja? Ja, dat klopt zeker, een beetje. 100%. Oké, okay. Ja. Wat doe jij voor de kost? Ik heb zelf een B&B die ik uitbaat met mijn familie. Zo tof! Aan het station van Leuven, B&B Daya. Dus alle zeker welkom. Maar daarnaast heb ik ook samen met mijn vriendin een muziekschool, muzikaal hoofdkwartier, en dat is in Lummen. Daar wordt zang gegeven, er wordt piano gegeven, er wordt drum gegeven, er wordt gitaar gegeven, er wordt zelfs een beetje trompet gegeven. Niet allemaal door mijn vriendin, we hebben verschillende leerkrachten in dienst, maar, wat geef jij? Ik geef zelf niets. Ik ben eigenlijk vooral het creatieve brein achter waar een zaak naartoe moet. En ik ben eigenlijk goed in die zaken opstarten en een beetje onderweg brengen en zien dat dat loopt. Hè? Het kind groot brengen. Ja. En de B&B, wat doe jij daar? De bedden opmaken of het ontbijt serveren? Geen een van de twee. Ik doe eigenlijk vooral de administratie. En als er facturen moeten opgemaakt worden, of als er met klanten moet gebabbeld worden, of de website moet geregeld worden, of eigenlijk alles aan de achterkant, achter de schermen, dat doe ik. En mijn moeder staat er zelf in, zij doet het ontbijt. En Allee, bedankt voor de tip. waarover wil jij vooral zingen? Waarover wil ik vooral zingen? Ja. Hetgeen wat mij het meeste inspireert is vooral het dagelijks leven. Ik zie heel veel schoonheid in het dagelijks leven. En dat kan van de kleinste momenten tot de grootste momenten gaan. Bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, van de grootste momenten in je leven als je een kind krijgt bijvoorbeeld. Of als je iemand verliest. Dat zijn allemaal dingen die gebeuren in het dagelijks leven. Maar evengoed over de kleine dingetjes. Over hoe blij je kan worden als je thuiskomt en ze geeft jou dat lachje en ze vraagt jou hoe is jouw dag geweest. Al de kleine dingetjes ook. Dus het is eigenlijk vooral het dagelijks leven dat mij heel veel inspireert. Omdat dat iets is wat dat heel dicht staat bij ons allemaal. Ja, je hebt verteld over je roots. Ja. Wij kijken allemaal al een hele tijd naar die oorlog in Oekraïne. Hoe kijk jij daarnaar? Het is altijd iets jammer, hè. Het is altijd iets enorm jammer. En ik denk vooral aan de families die getroffen zijn, wat dat die moeten doormaken, hoe dat zij moeten waarschijnlijk vluchten. Het is schrijnend. Ik vind het schrijnend. Mm-hmm. Ja. Want jij kent die verhalen beter, hè? Wij zien de beelden, maar alleen. Ken ik ze beter? Het ding is, mijn ouders zijn zelf ook gevlucht voor de oorlog ten tijde van Saddam in de jaren 90. Ik zelf ben hier geboren, maar ik heb natuurlijk wel alle verhalen meegekregen van zowel mijn zus en mijn moeder. En ik kan me voorstellen dat dat echt een pure hel moet zijn. Ja. Mm-hmm. Kan je daarover babbelen met je ouders?
Ik kan er zeker over babbelen. Ze zijn er zeker niet vies van er iets over te zeggen. Maar het is ook gewoon onze mentaliteit binnenin ons gezin. En ik neem aan binnenin heel veel gezinnen dat dat nog zo zal zijn. Zij nemen elke situatie die slecht is en ze draaien het in iets positiefs. Dus ze kunnen niet vertellen over de oorlog zonder te vertellen hoe sterk het hen gemaakt heeft. Ze kunnen niet vertellen over dat ze gras hebben moeten eten zonder de liefde dat ze aan hun kind hebben gegeven in de plaats. Dus ze vertellen eigenlijk een heel mooi verhaal. Elke keer als ik het hen vraag, vertellen ze het ook wel op een heel motiverende manier om te tonen van kijk, we zijn misschien zakken van vlees en bloed, maar er is niets tot wat we niet in staat zijn. We kunnen alles doen wat we willen, zolang dat we maar geloven en dat we de hoop niet opgeven. En dat vind ik wel een heel fantastische manier om het leven te bekijken. Maar dat zijn heel mooie woorden. Je zingt dus over de dagelijkse dingen die jou raken. Ja. Hoe zie jij bijvoorbeeld de zomer? Ga je op het podium staan? Ga je festivals doen? Weet ik veel. Ah, dat zal wel zijn. Ah, vertel. Ja, ik ga zeker een paar optredens doen, maar ik zou zeker op de socials meevolgen om te kijken waar dat die juist gaan zijn. En dan, maar dan moet je er wel op zetten, hè? We gaan ze er wel op zetten. Ja, dat gaan we wel doen natuurlijk. Ja, ze gaan er wel op staan. Ja, het ziet er goed uit, hè? Want ik zie aan je glimlach, je zit boordevol plannen. Het is gewoon fijn. Hè? Ik bedoel, na de afloop van Eurosong heb ik echt wel wat aanvragen binnengekregen om de song te gaan brengen op verschillende plaatsen. En ook om andere songs te gaan brengen op verschillende plaatsen. Ik heb heel veel mensen terug kunnen spreken die dat ik al een tijdje niet gesproken had. En ik leer ook heel veel nieuwe mensen kennen. Dus het is echt ongelooflijk aangenaam geweest. En ik kijk zeker uit naar de toekomst. Oké. Bedankt voor je komst en echt waar, veel succes. Dankjewel. Merci.